Yo mensen van Retro Games, vandaag een nieuwe bouwupdate van Pinocchio. En even, ja, ik kom er daar nog verder op in, maar het ziet er allemaal, ja, daar is zeg maar rood kapje en de rode schoentjes in het, ja, witte doek. Dus je kan ook niet meer bij Pinocchio komen. Maar ja, dit zijn eigenlijk de kleine dingen voor de bouwupdate, dus veel kijkplezier. Mensen, dit is als eerste, we staan hier dus. En daar zo is het bord van Pinocchio weer. Maar dit is geen Pinocchio, dit is Roodkapje. Maar ze hebben het iets van, ze zijn het aan het restaureren. Dus zo ziet het eruit. Hier zo is weer Roodkapje, maar ja, ze zijn helemaal onder de ding. Dus we gaan nou daar zo, want daar zie ik nog meer doek. Van dat plastic zooi wat er allemaal overheen zit. Maar volgens mij is daar zo, waar dan nog meer plastic dingen over zit, dat ze... hoe heet dat nou? Doornroos? Nee, met die schoentjes. Rooie schoentjes, ja. Even naam kwijt, maar ik heb hem wel gevonden. Dus rooie schoentjes. Dus hier is dus de rooie schoentjes ook afgezet, zeg maar. Ik weet niet waarom ze hebben het gedaan, maar... ja, waarschijnlijk voor de grote onderhoudsbeurden die er allemaal komen. En misschien hebben ze het ook wel een beetje gedaan, zodat je nog geen complete spoilers van... Pinocchio kan zien, omdat ze misschien allemaal dingen aan het testen zijn en de laatste dingen, dus we kunnen er niet dichterbij komen helaas. Maar ja, dit kunnen we wel zien. Ziet daar wel, ja, gewoon het water, weet je wel, waar ze dus het meertje gaan maken. En ja, je ziet er ook een fiets bij staan. Geen idee waarom dat die daar staat, maar waarschijnlijk voor het personeel die hier gewoon komt ofzo. Mensen, dit was de bouwupdate. De zon heeft keihard geschenen vandaag, ik weet niet dat ik het al had gezegd. Alles naar wens, Timo? Ja. Timo is er dus ook bij. Het is vandaag zondag en ik weet niet. Het is gewoon kei goeie weer. Ik ga even zeggen, even liken en abonneren en checken bij jullie. Later. Houdoe.